thank you super tof ik uh, ik had niet verwacht dat er zoveel mensen in de zaal zouden zitten echt shout-out naar jullie geef jezelf een super hard applaus ik zie sommige mensen hier op de voorste rij kijken van wat is een shout-out gaat hij zo tegen ons schreeuwen nee wees niet bang shout-out betekent op straat net zoveel als ik vind je lief zoiets, zoiets. Yes. naam nou is dus, uh, ik de Tamakran? Ik ben uh, fotograaf, 25 jaar oud. Uh, uh, toen Richard mij vroeg om hier te komen spreken, stond er de dag nadat ik hem gesproken had op de website dat ik iets zou gaan vertellen over uh, het bepalen van je prijs. Uh, als er iets is wat ik niet weet, is ik, hoe ik mijn prijzen bepaal. Ik heb nog nooit geleerd van iemand hoe ik dat moet doen. De enige die mij ooit een soort van een kleine aanwijzing gaf was mijn vader. Dat was toen we uh, een auto gingen kopen. Die had hij gevonden op de Marktplaats. Die stond er voor 6000 euro op. Nou ja, wij erheen. Vader die inspecteert die auto. Het eerste wat hij doet is zo boem tegen de banden aantrappen. Ik weet niet waarom, maar dat doet hij. En op een gegeven moment kijkt hij zo de verkoper aan. en zegt hij, zei hij, Met een hele strakke blik zei hij: 2000. Hij stond er voor 6000 op. Nou ja, tot zover mijn les over je, je, je prijzen onderhandelen. Dus uh, verwacht daar niet te veel van. Ik ga het wel over iets anders hebben. Um, ik heb ook niet de standaard route genomen als fotograaf. Ik heb nooit op een academie gezeten, ik heb nooit op een fotovakschool gezeten. Um, sterker nog, um, eind deze maand is het precies zes jaar geleden dat ik mijn camera gekocht heb. Dat was 29 september 2011. Uh, het was een hele mooie zondag, um, zondag dinsdagmiddag. Um, waar kom ik wel vandaan? Ik heb op een gegeven moment op mijn 16e kwam ik van de HAVO af. Um, ik wist nog niet zo heel goed wat ik wilde gaan doen. Ik wist wel al dat ik iets creatiefs wilde gaan doen. Dus ik besloot op een gegeven moment uh, de opleiding communicatie te gaan doen. Nou, ja, goed, want um, ik wist als je communicatie gaat doen, dan kun je op een gegeven moment de reclamewereld in. Dus ik ben toen communicatie gaan doen. En na drie jaar kwam ik erachter dat je op de communicatieopleiding niet leert hoe je. Uh, ja, hoe, je, hoe je reclames maakt, maar vooral hoe je heel veel plannen moet schrijven zeg maar, en heel veel ten dames uit je hoofd moet leren. Um, nou ja, goed, dat was totale teleurstelling. Um, ik, uh, ik wist niet meer wat ik, wat ik verder moest. Zeg maar. Het enige wat ik wel wist, en uh, dat kwam echt door gewoon ja, in mijn vrije tijd, was ik vooral heel veel aan het klooien en ik zat heel veel op internet en ik uh, checkte één specifieke website, dat was State Magazine. Um, Sommigen van jullie zullen dat wel kennen. Uh, dat is het eerste echte hiphop platform online. Uh, en daar schoten Ilja Milvoud, uh, 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 Sofia Mayo en Tim Keen schoten daar heel veel voor. En ik vond hun foto's echt super nice. Dat was echt, ik, vond, ja, ik was fan van ze. Dan ja, ben je een jongetje van uh, 19 jaar. En op een gegeven moment besluit je, dat wil ik ook gaan doen. Dus dat ben ik toen op een gegeven moment gaan doen. Ik uh, heb dus op die 29 september heb ik mijn eerste camera gekocht. Uh, ben toen zomaar een beetje wat werk gaan schieten. Uh, uh, ja, ik ben ja, werk gaan schieten, portretten gaan maken. Uh, een beetje op straat gaan fotograferen. Ik ben landschappen gaan fotograferen. Ik ben vogels op het station gaan fotograferen. Ik ben mijn koffiebeker gaan fotograferen. Ik heb alles gefotografeerd wat er maar te fotograferen valt. Ik heb superveel gedaan. Ik heb gewoon echt een a bunch of work gemaakt. Um, dat heb ik heel lang gedaan. Tot ik op een gegeven moment, uh, nou ja, mensen die begonnen me te leren kennen, ik mocht hier en daar een beetje een opdrachtje gaan doen, een beetje een evenementje fotograferen, hier en daar een portretje maken, Nou, dat was leuk. Uh, verdiende geen reet, uh, maar ja, was leuk om te doen. Tot ik op een gegeven moment een berichtje in mijn LinkedIn kreeg. En ik denk dat we dat allemaal een beetje hebben, LinkedIn is een beetje zo'n ondergeschoven baby, die, ja, je hebt het wel, maar je gebruikt het niet echt. Soms ook heel awkward, want dan voegen mensen je toe. Maar ja, je spreekt ze nooit eigenlijk. Dus je hebt 700 connecties die je nooit spreekt in principe. Dus ja, voor mij was het heel gek om daar een berichtje te krijgen. Want het was het berichtje dat had ongeveer deze strekking: Hey, um, wij vliegen volgende week naar New York voor een, een nieuwe campagne voor een groot wodka merk En we willen jou als fotograaf. Dan ben, ben je 23, je gebruikt LinkedIn nooit, en je denkt, ja, doei. <laughs> ga, ga iemand anders pesten, man. <laughs> nou ja, cool, dat heb ik genegeerd. En... <laughs> ja, serieus, ik nam, het serieus ik, ik nam het niet serieus. Dus, nou ja, goed, genegeerd. Um, kreeg ik later op de dag kreeg ik een mailtje. Hé, hey, ja, ik heb je net een berichtje gestuurd op LinkedIn, kun je er even naar kijken? Want het is echt heel dringend. En ik dacht, ja, deze guy is hardnekkig. <laughs> en ik negeerde dat ook weer. Nou ja, ja. goed... Dus op een gegeven moment, uh, ik uh, had twee dagen rust, dus ik, uh, ja, ik had er niks meer van gehoord. Tot ik op een gegeven moment op een vrijdag werd ik gebeld. Echt, ik was gewoon net een broodje aan het eten en ik werd gebeld. En ik neem op, ik kende het nummer niet, ik zeg, hallo, ja, met wie spreek ik? ik ze ja, met die en die van uh, dat bureau. En uh, ja, ik heb je een mailtje proberen te sturen, ik heb je via LinkedIn uh, proberen te bereiken, ik krijg je maar niet te pakken. Uh, ik zeg, wow, oké, okay, uh, ja, waar gaat het over? Ze zei, ja, nee, we vliegen dus volgende week naar New York voor een uh, nieuwe campagne voor Absolute en ze willen jou heel graag als fotograaf hebben. Zou je mee willen? En ik vraag: ben je serieus? En die, die dude was dus echt bloedserieus. En ik dacht: oké, okay, ja, yeah, let's go. Yeah. Waarom, waar, ja, moet ik mijn koffers pakken? Hoeveel mag ik meenemen? Wat gaan we doen? Yeah, ja, cool. Blijkt het dus echt een hele serieuze opdracht te zijn, want Absolut ging een uh, app uitrollen in, uh, in uh, Amerika. En dat is, een soort van, dat is echt uitgegroeid tot de Tinder van de huisfeestjes. Dus je hebt een app en dan kun je een huisfeestje op aanmelden. En dan kun jij als bezoeker kun je swipen tussen alle huisfeestjes. En dan kun je op een gegeven moment. Ja, maar dat is super, super tof, toch? Dat zouden we hier in Nederland ook gewoon moeten hebben. Kun je gewoon partycrashen. <laughs> als je niks te doen hebt op je, op je vrije avond, nou ga je gewoon. <laughs> toch? Nou ja, cool. Dus um, hij vroeg mij op een gegeven moment. Nou ja, maak even een selectie van je, van je, van je werk en uh, uh, stuur dat even naar me op en dan kan ik dat doorzetten. En dan hebben we ongeveer een beeld van wat ze kunnen verwachten. Nou, cool. dat heb ik gedaan. En um, nou ja, goed. Dat vonden zij helemaal tof. Ik helemaal verbaasd. Ik dacht, wat, dit, hoe jij, jullie, mijn werk tof vinden. Dat kan toch niet? Dus uh, nou ja, goed. Dat vonden ze blijkbaar wel heel tof. Um, en toen zijn we dus daadwerkelijk naar New York gevlogen. En ik kom aan in New York. En het eerste wat er gebeurde is, ik ben twee uur lang Um, door uh, 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 border, border control ben ik uh, achtergehouden, want Arabische achternaam. Dus je uh, moet in een wachtkamer gaan zitten met allemaal mensen met een Arabisch paspoort. Nou ja, heftig, um, maar dat betekent het dus ook, want het is het, is het proces dat, is, dat gaat super snel daar. Het is, is hit the ground running, dus je, je komt aan en je bent direct aan het werk. Het is niet dat je vijf dagen vakantie hebt in New York en je mag door Manhattan lopen. Zo werkt het helaas niet. Je komt aan uh, en we hadden eigenlijk direct al een meeting. Maar ja, die meeting, die, daar, daar hadden ze gewoon twee uur op moeten wachten, omdat ik dus uh, achtergehouden werd. En ik dacht toen al, shit, wat voor indruk maak ik hiermee dan? Weet je, dat, was, dat was niet fijn. Dat was geen fijne binnenkomst voor mij. Um, cool. De eerste meeting, dat was, want er zaten twee reclamebureaus tussen mij en Absolute in. Um, de eerste meeting was gelukkig alleen met de twee reclamebureaus. Dat was niet heel spannend. De meeting daarna, dat was dan wel weer met Absolute en dat was met de head of marketing. En ik kom daaraan en ik zie allemaal Bobo's en mensen die super belangrijk zijn en mensen die allemaal heel veel weten over marketing. Um, uh, en ik zat daar dan als 23-jarige snotneus en ik wist geen idee wat mij te wachten stond. Nou, op een gegeven moment we hadden we daar een gesprek en het ging allemaal over hele marketingtechnische termen. Ik heb dan het geluk dat ik communicatie gestudeerd heb en ik ben met een negen afgestudeerd. Dus wat dat betreft, ik weet wat over marketing. Um, dus ik, kon, ik, ik had wel mijn inbreng. En op een gegeven moment werd die inbreng zo belangrijk dat uh, die head of marketing, die, die zei gewoon letterlijk tegen de reclamebureaus, ik wil even dat jullie even niks meer zeggen, ik wil horen wat hij te zeggen heeft. <laughs> en dat is, dat is zeg maar hoe het gegaan is. Dus op een gegeven moment heb ik die hele shoot naar mijn hand kunnen zetten en ook gewoon kunnen onderbouwen waarom ik bepaalde keuzes heb, heb gemaakt. En... Dat heb ik niet alleen te danken aan, aan, aan uh, het feit dat ik dus iets over marketing weet. Het komt ook door het feit dat ik uh, weet waar ik vandaan kom en weet waar mijn kracht ligt. En weet waar mijn interesses liggen. Well, wat doe ik nou? Ik heb hem kapot gemaakt, sorry man. <laughs> yes, hij ah, is weer terug. Yes. Op een gegeven moment zijn we uh, in uh, Little Italy, hebben we een Airbnb geboekt en zijn we, hebben we dat huis, uh, ja, eigenlijk een soort van party bash gedaan. Uh, en zijn we daar op het dak gaan schieten in de woonkamer en heb ik dit soort beelden mogen schieten voor Absolut. Die beelden worden tegenwoordig nog steeds gebruikt voor, uh, voor de app. Daar krijg ik jaarlijks een commissie voor. Super nice. <laughs> uh, nou ja, goed, dat was mijn eerste grote succes. Totaal onverwacht. Ik wist, niet waar, ik wist op dat moment niet waar ik het aan te danken had. Nou ja, goed. Uh, toen kwam ik terug uit New York. Uh, ik heb daarna heb ik nog uh, uh, heel wat uh, commerciële opdrachten gedaan voor ja, best wel grote merken. Ik heb voor rituals geschoten. Ik heb afgelopen november nog met Richard voor SNS-bank geschoten. Uh, ik heb dingen voor de gemeente Rotterdam gedaan, de gemeente Amsterdam. En op een gegeven moment besloot ik. Uh, ik wilde mijn werk eigenlijk spiegelen aan het werk van andere fotografen. Uh, ik kom uit Rotterdam. Zijn de mensen uit Rotterdam trouwens. Hey! Hey, Fijn <laughs> Ja. <laughs> nou ja, goed, ik kom dus uit Rotterdam. En In Rotterdam hebben we echt een hele, hele toffe wedstrijd. Uh, die heet De Kracht van Rotterdam. Waarin elk jaar 12 veelbelovende fotografen uit de stad worden geselecteerd. En die krijgen, één in de, uh, die krijgen één wijk in de stad toegewezen. En dan heb je een maand de tijd om vier tijdslots in die wijk te vullen. En dat mag je helemaal zelf, zelf bepalen. Dus je maakt of portretten, of je bent een straatfotograaf, of je doet documentairwerk, weet je, dat kun je zelf helemaal invullen. Ik had van mijn langzame leven niet verwacht dat ik zou worden toegelaten, want ik kende het werk en dat is, dat is best werk op een hoog niveau. En ik was altijd fan van alle fotografen die daaraan meededen, dus voor mij was het een totale verrassing dat ik daaraan mee mocht doen. Goed, ik, uh, ik deed dus mee op een gegeven moment. En um, uh, Stacy, een goede vriend van mij, Richard, Jimmy, weet je, dus veel mensen die, die kennen hem wel. Uh, Stacy Samen die deed ook mee. En dat was, op dat moment rolden wij heel veel samen. We waren constant met elkaar in het atelier. En hij was ook toegelaten. Dus op een gegeven moment keken we elkaar aan. Maar ja, iemand moet die, wedst iemand moet die wedstrijd gaan winnen. <laughs> dus uh, dat werd op een gegeven moment de wedstrijd tussen, tussen ons twee. Uh, ik heb toen uh, deze serie gemaakt. Ik had de wijk over ski uh, toegewezen gekregen. En Overschie, dat is best wel een gekke wijk in Rotterdam. Want dat is een stukje Rotterdam dat later is aangegroeid. Uh, dat is echt een agglomeratie. Waardoor je dus ziet dat het echt nog een dorp is. Maar ergens verandert het ook weer in een stad of zo. Het is, het is heel gek. Het is ook best wel een moeilijke wijk om te fotograferen. Want, want het is een super gemeleerd uh, 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 gezelschap wat je daar hebt. En uh, ja, de mensen die er wonen, dat gaat echt alle kanten op. Ik had op een gegeven moment een jongen die ik wilde fotograferen. En ik vroeg hem: Van ja, maar uit wat voor familie kom je? Dus ja, mijn opa die heeft, die heeft van die jachtgeweren op zolder staan. En uh, ja, we hebben, we hebben wel eens iemand beschoten in, in, ons, in ons kamp. Want je hebt dus zeg maar een stilstaand zigeunerskamp in Overschie. En ik dacht, ja, vet, dat ga ik, dat ga ik fotograferen. Dus ik ben constant op zoek geweest naar uh, mensen die gewoon net even een soort van ander verhaal hebben. dan je normaal gesproken gewend bent. En mensen die je normaal niet, niet zou zien. Dus ik heb toen deze serie gemaakt. Uh, ik ga niet bij alle foto's uitleggen waar, waar het beeld vandaan komt. Dit is uiteindelijk het winnende beeld in de serie geworden. En deze foto hangt nu ook op verschillende plekken door de stad heen: Vijf meter breed en super groot. En, ja. um, nou, cool. Ik heb uiteindelijk uh, de publieksprijs gewonnen van uh, de Kracht van Rotterdam. Stacey heeft de juryprijs gew gewonnen. Um, Terwijl ik dus van tevoren nooit verwacht had dat ik überhaupt mee mocht doen met, met die wedstrijd. En uh, de, de, de reacties die ik kreeg op mijn werk was dat ik, uh, omdat ik dus op een andere manier naar die wijk keek, kon ik die wijk ook op een hele andere manier benaderen. Door juist heel dicht bij mezelf te blijken en, uh, blijven en niet heel erg te kijken naar ja, wat woont er in die wijk. Maar echt gewoon puur vanuit mijn eigen interesse te zoeken naar de mensen die voor mij interessant waren. Waardoor je eigenlijk een lijn krijgt in het werk dat je maakt. Nou, dat heb ik toen dus op die manier gedaan. Nadat ik de kracht van Rotterdam gewonnen had, um, kreeg ik een paar maanden daarna een mailtje ook weer van het NRC Handelsblad. En die zeiden, dat was de chef beeldredactie. En die vroeg mij of ik een keer koffie zou uh, willen komen drinken. En ik dacht: ja, cool. Koffie is altijd goed. Dus ik langs bij het NRC koffie drinken. Uh, ik kwam uitgeprint werk mee en zei helemaal: wat hebben hier werk uitgeprint, wat goed. Had ook gewoon op de laptop gemogen. Is okay. <laughs> oké, <Okay. laughs> ze zijn helemaal onder de indruk, terwijl het gewoon ja, gewoon simpele printjes waren. Uh, nou ja, ik kom daar dus met mijn werk aan en dat vonden ze helemaal leuk. En ze zeiden: Van nou ja, zou die zou je het tof vinden om uh, voor ons te komen fotograferen? En ik hel ja, tuurlijk. Um, nou ja, goed, ik heb een paar weken niks gehoord. Op een gegeven moment was ik op vakantie naar Lissabon en ik kom terug. Het was begin dit jaar. Ik kom terug, ik sta bij de bagageband en ik word in één keer gebeld door een nummer uit 020. En ik dacht, het zal toch niet? Dus ik neem op. Ja, geluid met die en die van de beeldredactie van NRC. We lopen al een tijdje rond met een idee voor een nieuwe rubriek in de krant. Die willen we in die weekend editie gaan doen. En dan willen we elke, elke week willen we een puber fotograferen in Nederland. En daar komt dan een verhaal bij van, van een journalist van ons. En wij willen dat jij die portretten gaat maken. Zou je dat tof vinden? En ik dacht, ja zeker, dat gaan we, gaan we doen. Um, dus nu heb ik mijn eigen rubriek in het NRC. En elk weekend sta ik daar dus in met een uh, portret. En ik vind het echt super tof, want het NRC geeft mij super veel vrijheid als fotograaf om dus je onderwerpen ook uit te kiezen. Um, het is niet alleen dat ik deze rubriek doe, maar als ik dus een verhaal heb en ik heb zoiets van, ja, dit wil ik vertellen, dit, dit vind ik super interessant, dan um, zelfs als ze zoiets hebben van, dit past niet helemaal in de krant, dan gaan ze nadenken om het toch ergens in te kunnen passen. Um, waardoor ik dus ook gewoon een selectie kan maken in, die, in, in, in de mensen die ik fotografeer voor de krant. Um, en dat is voor mij heel belangrijk. Ik ben zelf opgegroeid in Spangen in, in Rotterdam, in, in Rotterdam West. Nou ja, Spangen is de enige wijk in Rotterdam die zijn eigen politieserie heeft gekregen. Dus je kan je wel voorstellen wat voor wijk dat is. Uh, nou ja, goed. Maar dat betekent dus ook dat ik daar types in mijn leven ben tegengekomen. En weet je, jongens waar ik mee hing die niet altijd even, even kozere dingen deden, zeg maar. Weet je? Dat waren niet altijd de meest zuivere types. Ik heb liefde voor ze sowieso, maar het zijn niet mensen waar je direct mee in contact zou komen. En ik wilde dat hun verhaal dus ook in de krant zou komen. Want dat is vaak een soort van onderbelichte, onderbelichte groep. En het is vaak een groep die, uh, ja, als ze belicht worden, dan zijn ze eenzijdig belicht. Dan is het vaak het verhaal van een buitenstaander die, die daar zijn licht op werpt en die dat verhaal vertelt. Het is een beetje aapjes kijken heel vaak. Niet om, niet om denigrering te doen, maar dat is wel hoe, vaak hoe het, hoe het voelt voor mij. En ik wilde een eerlijk verhaal hebben. Ik wilde uh, gewoon dat die jongens eerlijk hun verhaal konden vertellen. en dat ik ze op een manier zou kunnen fotograferen die past bij wie zij zijn. Dus niet dat je jongens ziet die constant dit aan het doen zijn, weet je. Dat, dat is, we zijn. We zijn verder dan dat, we hebben dat beeld inmiddels wel gezien. Ik wil een eerlijk beeld hebben. Dus toen ben ik dat gaan doen. Ik ben zelf jongens gaan zoeken, ik ben zelf meisjes gaan zoeken. En die zitten nu in de rubriek. Uh, dit is Amal bijvoorbeeld, dat is een jongen uit, uh, uit uh, Arnhem. Um, en uh, dat is een jongen die, die uh, niet heel lang voor het stuk uh, uit de kast is gekomen. En daar gewoon heel eerlijk zijn verhaal over kon doen in de kranten. En dat werkt super bevrijdend, want is, dat, is, dat is ook gewoon echt een empowerment voor hem ook, weet je. Dat je gewoon je verhaal kan doen en dat het gewoon in een veilige omgeving gebeurt. En dat je ook iemand hebt die jou op een manier fotografeert die gewoon bij je past. Um, zonder al te veel poespas. Ik moet zo, nu al. <laughs> Oké, okay, nou ja, dicht bij jezelf blijven, dooddoener, het is zondagmiddag. I know, je hebt 75 euro betaald niet om dit soort shit te horen, maar... <laughs> maar, maar het is wel echt heel belangrijk. En ik zal je vertellen waarom. Ik heb één ding geleerd op communicatie. Tenminste, er is één les die mij echt heel erg bij is gebleven. Ik heb voor de rest niet heel erg opgelet op de opleiding of zo. Ik, ik haalde mijn 7 en mijn 8, weet je maar, daar hoef ik niet heel veel, heel veel uh, moeite voor te doen. Um, nou ja, goed. Um, er is één les die, die ik heel belangrijk vond. En dat is deze les. En ik wil serieus dat je deze les heel goed inprint. If you try to be everything to everyone, you, you'll. En, zo, so you'll be nothing to no one. En dat is heel belangrijk. En waarom is die zo belangrijk? Hij is al vaker gevallen vandaag. We leven in een tijd waarin uh, er 600 fotografen elk jaar van de kunstacademie komen. Of van de fotovakschool. En daar heb ik het niet eens over de, de, de autodidacten. Je moet je voorstellen, 600 per jaar. Dat zijn er na vijf jaar 3000. Dus je moet na elke vijf jaar weer met 3000 nieuwe fotografen gaan concurreren. Bizar veel is Terwijl, als jij een keuze uh, durft te maken um, en je stem in de fotografie durft te vinden en daar echt naar nou op zoek gaat, dan um, creëer je een positie voor jezelf. En dat is waar positioneren en branding over gaat: uh, keuzes maken in je werk en in, in hoe jij jezelf presenteert naar de buitenwereld toe. Dan uh, creëer je een unieke positie binnen die markt voor jezelf. Waardoor mensen naar jou toe komen, niet omdat ze denken, oh ja, maar die is goedkoop en uh, ja, dat, is, dat is een aardige kerel of die, die heeft een mooie baard. Weet je, dat, 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 daar komen mensen niet voor. Ze komen naar na je, voor je, voor je voor je mooie werk. Dat is waarvoor ze, waarvoor ze komen uiteindelijk. Um, en daar heb ik een manier voor gevonden. Um, dat draait heel erg op inspiratie. Net als dat verhaal van mij, wat ik net vertelde, uh, State Magazine, waar ik die fotografen zag, uh, die ik tof vond... Um, ik heb op een gegeven moment ontdekt dat je je stem in de fotografie heel makkelijk kunt vinden door gewoon te kijken naar de dingen die je, die je tof vindt. Want dat is uiteindelijk wat jou vormt als fotograaf. Hoe doe je dat? Ik heb een mapje in mijn, in mijn MacBook staan, of op mijn laptop, of op mijn iMac I don't care. waar ik letterlijk alles wat ik tof vind, alles wat ik tegenkom, daar maak ik of een screenshot van, of die download ik en die stop ik in die map. Nou ja, na drie maanden heb je een, een bulk aan foto's en daar kun je dan op een gegeven moment doorheen. En dan kun je dat gaan analyseren. Dit is, dat, dit is een superbelangrijke uh, oefening. Um, die wordt ook op de Kunstacademie uh, gegeven, hoorde ik. Um, en als je door die be beelden heen spit, dan kun je letten op de volgende dingen. Want je gaat het patroon zien in de kleuren, de emotie, de sfeer, het lichtgebruik, de personen die je fotografeert, het thema. Uh, de verhalen die je misschien in die foto kunt herkennen. En dat is iets waar ik dus heel dichtbij ben gebleven. Ik heb altijd mensen gefotografeerd die ik altijd om me heen heb gezien. Mensen die uit mijn eigen buurt komen, of mensen die uit mijn eigen stad komen. Mensen die uh, uh, ja, misschien dezelfde interesses hebben als ik. En omdat je die belevingswereld heel goed snapt. en die iconen ook heel goed begrijpt. maak je werk dat heel dicht bij die mensen staat ook. Waardoor je enorm veel waarde hebt voor mensen die. Um, um, ja, uh, ja, een product verkopen die gericht zijn op, op die groep denk aan fashion merken, denk aan een absolute die, die dingen voor jongeren doet um, maar denk ook bijvoorbeeld aan een NRC die jongeren super interessant vindt en dat verhaal gewoon heel goed wil vertellen um, ja, dit is dan ook weer werk dat ik voor NRC heb gemaakt, dat is Wally uh, Wally is, uh, is een rapper die uh, jongen gaat super hard en het is een Marokkaanse jongen, ik ben zelf Marokkaans en ik wilde hem fotograferen op een manier waarop je Marokkaanse jongens niet vaak op de foto zag uh, nou ja, goed. Dit is niet het standaard beeld dat je hebt bij een Marokkaanse jongen, weet je. je hebt vaak een petje, opgeschoren kopie, weet je. Dat, dat, is, dat is vaak het beeld dat mensen erbij hebben. En ik dacht, dat, dat gaan we anders doen. Dat, dat moet ook anders, weet je. Dus ik heb hem op een gegeven moment op mijn eigen manier gefotografeerd. En wat je in mijn fotografie heel vaak ziet, is dat het er heel filmisch uitziet. Uh, dat is ook een keuze die ik heb gemaakt. Een vriendin van mij, Sanna Donners, die vertelde op. Ik ben zelf slechtziend, ik zie maar 12 procent. Uh, en uh, Sanne Donders, dus die, die fotograaf, die vertelde mij op een gegeven moment: maar eigenlijk fotografeer jij zoals je ziet. Toen ging ik daarover nadenken en ja, maar dat klopt echt. Want als ik zeg maar iemand voor me zie, dan is de achtergrond heel wazig. En dan let ik eigenlijk alleen op degene die voor me staat. Dus dat is ook de keuze die ik heb gemaakt in mijn fotografie. Door eigenlijk uh, alleen maar boterzachte achtergronden te gebruiken, uh, kies ik ervoor om dus te fotograferen zoals ik zie. zie. Um, ik ga hier heel snel doorheen, hier had ik eigenlijk iets meer tijd van aan willen besteden. Maar ik, heb, ik ben dus afgestudeerd met de 9 en dat was op dit onderwerp, op positioneren en branding. En het bouwen van een sterk merk dat is gesteund op drie pijlers. Dat is dus je eigen identiteit, het vinden van je fotografische stem. Uh, de tweede belangrijke pijler is uh, de relevantie voor de afnemer. Dat gaat dus echt om waarom vinden de opdrachtgevers die jou kiezen, waarom vinden die jou belangrijk. Uh, als, je dat, als je daar achter weet te komen, dan heb je echt een enorme troef in handen, want dan weet jij waar je krachten liggen. En de derde, dat is ook superbelangrijk, maak je businessplan. Dat is, is essentieel, cruciaal bijna. Uh, maak je businessplan, want op die manier leer je de markt ook kennen. Je, je leert kennen waar die andere fotografen zitten en hoe die andere fotografen uh, zich positioneren. En hoe je je daar misschien van kunt, uh, uh, ja, van kunt differentiëren eigenlijk. Um, ja... Dit is eigenlijk een beetje een credo. Zolang jij vrij werk maakt dat dicht bij jezelf ligt, trek je opdrachtgevers die jou willen om wie je bent. Dus je kunt al die andere bedrijfsportretten en die portretten waarvan je denkt, ja, maar nee, liever niet, maar ik heb het geld nodig, dus oké. Okay. Weet je? Die portretten kun je dan op een gegeven moment uh, ja, aan de kant schuiven. Je hoeft ook niet meer die, die, die bruiloften te doen, je hoeft uh, geen kinderfeestjes meer te fotograferen. Je maakt werk dat dicht bij je vrije werk ligt en werk waar je blij van wordt ook. Wat gaat je dat opleveren? Meer plezier in je werk, meer voldoening van je werk, meer tevreden opdrachtgevers heel belangrijk. En misschien nog wel de allerbelangrijkste: ik ben zelf net overspannen geweest. Ik heb op het moment een paar vrienden om me heen die overspannen zijn, uh, die ook in het creatieve vak zitten. Meer rust. Want dat is op dit moment sowieso een van de dingen waar we met z'n allen tegenaan lopen: dat we veel te veel doen en veel te veel dingen doen waar we gewoon niet genoeg energie van krijgen. Um, ja, dat was mijn presentatie. Ik wil nogmaals zeggen dat ik jullie lief vind. Thanks. Mr. K. Thanks, <laughs> Robert.